Hi, ik ben Erik van Bright en dit is hem. Waarschijnlijk de laatste cameratest die je nodig hebt om smartphones met elkaar te vergelijken. Want ja, smartphones zijn tegenwoordig hartstikke goed in het maken van foto's en video's in gewone situaties. Tuurlijk zijn er verschillen, maar dat is meestal smaak. Ja, in deze video gaan we ze dan ook niet op een normale manier met elkaar vergelijken. Nee, we gaan to the extreme! Ja, uitzonderlijke situaties die jij waarschijnlijk nooit in je leven zult tegenkomen. Maar mocht het nou toch gebeuren, dan weet je straks welke telefoon je dan het beste bij je kan hebben. We vergelijken voor deze test de Google Pixel 7 Pro, de iPhone 14 Pro Max, de S23 Ultra en de Xiaomi 13 Pro. Oké, ben je er klaar voor? Gordels om, hou je vast, let's go! Ja, het festivalseizoen is eindelijk weer begonnen. We willen allemaal naar feestjes toe, maar dan heb je vaak veel flitsen, veel kleuren zoals rood en blauw. En telefoons kunnen daar vaak heel slecht tegen, die kleuren. Ja, dat blauwe en dat rode licht, oh man, je ziet echt, het bijt ongelooflijk in. De iPhone doet het hier naar mijn gevoel eigenlijk echt het beste. Je ziet heel veel detail nog aan de zijkanten, los van die hele heftige kleur. Dan vervolgens de S23 Ultra. Ja, dan kijken we naar de Xiaomi. Dan zie je wel dat die kleuren niet zo helder zijn, maar er wel detail over blijft. En de Pixel, die gaat echt over zijn nek hier. De wereld is gewoon een stuk mooier in slow motion. Alles vertraagt, is fantastisch om naar te kijken. En als er één ding mooi is om te zien in slow motion, dan is het wel. Popcorn. Ja, voor mij eigenlijk maar één grote winnaar. Kijk, drie telefoons hebben allemaal een beetje dezelfde type slow-mo. En dan natuurlijk kan je het nog hebben over de resolutie die hier en daar wat beter of wat minder is. Maar de S23 Ultra heeft één modus en dat is die ultra slow-mo modus. Je drukt op de knop en vervolgens houdt hij echt uit, nou nog geen seconde houdt hij een heel filmpje. Dus je moet echt precies op het juiste moment moet je klikken. Maar als je dat dan doet, ja, dan is het wel gaaf. Ja, en welke telefoon is nou een echte alleskunner? Als het gaat om macro, als het gaat om de meest wijde foto's en video's om te maken. En welke van deze kan nou het allerbeste zoomen? Ja, als we gaan kijken naar het zoomen van zowel video als fotografie, zeg maar, met deze telefoons, dan wint hier duidelijk de S23 Ultra met die 100 keer space zoom. En nou zou ik dat niet zo snel gebruiken, maar ook als we kijken naar bijvoorbeeld 20 keer zoom, ja, dan zie je bijvoorbeeld dat die veel scherper is, mooiere foto's en video's kan maken. En dat heeft allemaal te maken met dat periscopische lensje wat in die telefoon verwerkt zit, waardoor die dus heel ver in kan zoomen en toch nog hele mooie foto's en video's maakt. Ja, en je gebruikt het bijna nooit, maar zo'n macrofoto, het is toch wel leuk om af en toe heel erg in te zoomen om te kijken hoe de wereld zeg maar in het kleiner uitziet. En hier vind ik dat de Pixel het heel goed doet, samen met de iPhone. Echt fantastische foto's, heel erg scherp. Ja, en dan heb je de S23 Ultra. Ik kwam niet heel erg dichtbij, dat werkte niet zo heel erg lekker. En ook de Xiaomi deed het hier ook niet goed. Dus hou je nou van het hele kleine leven met je telefoon echt, wow, kijk eens hoe vet, dan moet je toch bij die twee telefoons zijn. Ja, en dan nachtfotografie. En dat is wel een hele leuke, want daar wordt af en toe zelfs een klein beetje mee gesjoemeld. Zeker als we het bijvoorbeeld hebben over die S23 Ultra. Ik weet niet of je het hebt gehoord, maar maak je met die telefoon nou een foto van de maan, dan vervangt die de maan met een beter plaatje van de maan die die ergens zelf heeft opgeslagen. Ja, en dan kun je je afvragen, vind ik dat nou zo erg? Want dan heb je wel een hele mooie afbeelding van de maan, maar het is niet wat het echt moet zijn. Hoe goed doen deze telefoons het als het gaat om foto's in het donker? Hele grote verschillen moet ik zeggen. Duidelijke winst hier voor de Pixel, wat echt heel erg knap is. Want dat doet hij allemaal door middel van software om die foto eruit te halen. Was hij dan wel meer dan 4 minuten mee bezig. Dus ja, dat is dan wel even een gegeven waar je rekening mee moet houden. De nummer 2 was hier voor de iPhone. Al was hij heel pixelachtig, kregen we toch nog de meeste details. Daarna de S23 Ultra. Ja, en op de 4e plek een soort van vlek. Ik zag niet eens wat het was. Het was echt heel vreemd en weird. En hij maakte de foto ook heel snel Xiaomi op de 4e plaats. Maar wil je dus inderdaad 's nachts hele mooie foto's maken, dan moet je toch bij die Pixel zijn. Ja, je wilt natuurlijk ook weten hoe het werkt met video bij weinig licht. Nou, ik denk dat je al een klein beetje kan raden waar we heen gaan. Maar Bart, zet het licht maar uit. Zet de muziek maar aan. Let's go! We'll be right back.
zomer op vakantie zijn. Je zit in zo'n doorzichtige kano en op dat moment zwemt er zo'n walvishaai onder je door. En dat je denkt, oh, dit moet ik vastleggen. Je hebt geen GoPro bij je, dus dan maar die telefoon even het water in steken. En welke doet het dan het beste? Ten eerste, onder water verlies je vaak heel snel heel veel kleuren. En blauw licht blijft dan vaak over. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij die S23 Ultra. Dat is helemaal blauw. Maar de Xiaomi en de iPhone zijn toch nog in staat om die huidtinten redelijk terug te brengen. Vooral de Xiaomi doet dat heel erg goed. Dan focussen onder water, want dat is vaak ook wel net wat anders. Nou, daar zie je bijvoorbeeld dat de iPhone en de S23 Ultra dat heel goed doen. Je kan echt heel dichtbij komen en toch kan je dat allemaal goed vastleggen. De Pixel... ja, slechte kwaliteit en ook niet echt focussen op mijn gezicht. Maar één dingetje wil ik nog wel even kwijt. Die super slow-mo van die S23 Ultra. Ja, en dan denk je misschien... Erik, zit ik nou in jouw wasmachine? Ja, dat klopt, want telefoons, als je daarmee loopt en je filmt daarmee, ja, dan moeten ze best wel goed zijn in het elimineren van trillingen. Nou, deze wasmachine hier, die trilt het liefst de hele badkamer door, dus dat leek me de perfecte plek om dat eens goed te testen. Er is geen telefoon die hier lekker uit de test komt, maar als ik dan één grote verliezer moet aankondigen, dan is het hier toch wel de Xiaomi 13 Pro. Ja, die trilt echt het meest van alle telefoons. Ze doen het allemaal niet heel goed. Ik had de GoPro er nog wel even bij als vergelijkingsmateriaal. Ja, die is iets beter in het stabiliseren hiervan. Maar ik denk dat we het over één ding wel eens zijn. Het wordt tijd voor een nieuwe wasmachine. Ja, het was natuurlijk een klein beetje een gekke test dit, maar het geeft wel wat aan. Het geeft namelijk aan dat jij niet meer een telefoon hoeft te kopen om de foto- of videokwaliteiten. Dat doen ze tegenwoordig allemaal namelijk ongelooflijk goed. Het dynamisch bereik van deze telefoons is eigenlijk heel erg netjes. Ze kunnen allemaal filmen in 4K, portrait mode zit erop. De selfie-camera is tegenwoordig ook een stuk beter geworden. Dus deze telefoons zijn allemaal gewoon heel erg goed. Maar welke telefoon is nou het beste als het gaat om die extreme situaties? En ik heb gekozen voor deze. Dit is de S23 Ultra en dat is echt een beetje het Zwitsers zakmes tussen deze telefoons. Het is de enige telefoon die kan filmen in 8K. Hij heeft die super slow-mo functie erop zitten. Hij kan ongelooflijk ver zoomen en ja, de Google Pixel 7 kan eigenlijk ook wel goed zoomen. Maar hij doet het toch net even een klein beetje beter. Daarnaast zitten er ook vele extra's op, zoals bijvoorbeeld single take, enkele opname. Wat ik echt een hele gave en handige functie vind. Als we dan even kijken naar de andere telefoons. Kijk, de iPhone is gewoon een telefoon die best wel redelijk voor jou nadenkt. Hè? Jij kadert eigenlijk en de telefoon bepaalt eigenlijk een beetje wat voor een type foto er gemaakt moet worden. Kijken we dan naar de Google Pixel 7. Ja, die geeft wat interessants aan dat je eigenlijk met software heel veel kan. En ik denk ook dat we die kant op gaan. Niet meer 20.000 megapixels of deze heeft grotere pixels dan dat die heeft. Nee, joh, straks heb je gewoon een 2 megapixel fotocamera. En die AI zorgt ervoor dat er een waanzinnig mooi plaatje uitkomt. Zullen we een wetje leggen? Kom je? Jo!